es casa. Joyce is casa. Altijd maar vrolijk, altijd jolijt. Ach, kom erbij, kom er gezellig bij. Bij Joyce is casa. Ja, kom maar gauw. Joyce is casa. Ja, sluit maar aan. Joyce is casa. Ach, wat kwam. Ja, daar zijn we weer, hè. Toschke's Kassa is weer geopend. En vandaag komt speciaal hier de hele afgadering, zoals we dat elk jaar doen, met muziek. Maria Hei, oftewel de Heikrikkels. Wat gezellig, hè? Nou. Jongen, jongen, jongen. Nou, dat is even een binnenkomst, hè? Ja, zeker. Ja. Ja, stel de wijk even voor. Ik ben Floyd Dekkers, kom in Marieheide. Ik ben 24 jaar oud. Ook nog jong eigenlijk, jong, hè? Ja, ja, jong Blumke. Ja. Tante Annie is heel jong. Dus, maar hij heeft al iemand, hè? Dus, en jij bent prinses? Agnieszka. Agnieszka. Agnieszka Kuipers. Het is een heel aparte naam. Ik zag het op briefje staan. Ik denk, Agnieszka, waar komt hij vandaan? Mijn moeder is Pools. Ah. Kijk, ja. Ja. Dus nou, daar komt dus Agnieszka vandaan. Ja. Ik dacht juist Agneta van ABBA, maar daar nee. Nee, is blond, nee, hè? Dus nee. Dat is ook heel anders natuurlijk, hè? En had jij hier nou ook niet gestaan, nee. Natuurlijk. Nee, stond ik ergens anders. Dan had jij lekker op de Bahama-Warma's gelegen met cocktailtjes erbij, met jouw mensen natuurlijk ook, hè? Lekker bij me. En wie had nog meer meegenomen? Want hij stond er zo achteraf. Gert-Jan. Ja, Gert-Jan van Bergen. Adjudant. De adjudant uit Marie Hei. En wat was het vorig jaar gezelligheid, hè, met die beker? Hè? Want jullie hebben het vorig jaar gewonnen. En ik ga ervan uit eigenlijk dat jullie hem dadelijk meteen weer mee kunt nemen. Maar ja. Als wij hem nog schrijven, dan nemen we hem zeker mee. Ja, ja. Ja, wel de bedoeling dat we hem meenemen. Je had al 6 punten ingevoerd. Maar even over die punten, even voor thuis. We hadden gezitten, wat was het ook weer? De Reigers aan 5 punten, maar er waren eigenlijk 4. Want bij de montage is er achter gekomen dat ze maar 4 punten aan. Dus daarvoor veranderen we. Maar ze staan nog steeds bovenaan met 4 punten. Dus, vandaag niet meer. Vandaag niet meer, zei de prins van de Heikrikkels. Ja. Dus jullie bent gewaarschuwd. Tada. Nou, tada. Ja. Kunnen we even een tadaatje, jongens? Of daar komt-ie, hè? Tada. Ja! Wat gezellig, hè? Zo'n huisorkest. Kunnen niet blijven staan hier de hele tijd. We hebben ook natuurlijk voorwerpen meegenomen. Ja. Maar daar ga je eerst even iets over vertellen. Want ik zie hier bewijzen van, waar zag ik hem nou staan? Iets met prei, geloof ik. Wat was het nou alweer? Huppelprei. Waar is dat eigenlijk? Ik ben leider van de A1. Die bal heb ik op het eind van het seizoen gekregen van mijn jongens toen we kampioen waren geworden. Oh, dus die, want jij voetbalt nog steeds bij SCMH? SCMH, ja, in derde. Ik ben leider van de A1, maar dat was het jaar dat bij de B1 ben ik de kampioen geworden. En toen ben ik met die jongens doorgaan naar de A1. En zo is het geschied? Ja, zo is het geschied. En toen heb jij een bal gekregen tijdens de jaarlijkse barbecue met de A1. Oh, dus ik dacht dat voetballers altijd heel gezond leefden, maar niet. Het eind van seizoen niet meer. Het eind van seizoen is de barbecue is het en ja, maar met de carnaval natuurlijk niet, hè? Moet nee, met de carnaval niet. Maar ga je nou even wel, denk of niet? Heb je trouwens vrij als je moet voetballen of is het geen voetbal? Ik heb wel vrij in voetballen, ja. Ja, dat kunnen niet. Nee, want dat komt niet goed, denk ik. Nee, dat komt niet goed. Volgende, nou, ik zie hier een sleutel en een, was dit? Een ratel. Een ratel. Ja. Oh, dat is, wacht even, dat is als je zo van... Ja. Daar kunnen we ook voor gebruiken, ja, daar kunnen we ook voor gebruiken. Ja, waar wilde je zeggen? Waarom heb je dit meegenomen? Ik ben vrachtwagenmonteur bij de Basgroep in Veghel, op Doornhoek.
En oh, dus jij bent, je kunt auto's als men een auto. Ik heb zo'n oud ding uit 1910. Maar als die kapot is, kun jij hem ook maken. Zo eventueel kunnen, ja. Oh, dat is handig. Dat moeten we even onthouden, hè. En de prinses, wat doe jij in het dagelijks leven? Ik heb een dagverblijf. In het dagverblijf. Hoeveel? Humpy Dumpy. Humpy Dumpy? Ja. Humpy Dumpy. Ja. Wat een gezellige naam, Humpy Dumpy. En hoeveel kinderen hebben dan zo op in een dag? Dat ligt eraan. Of bij de peuterstaaf, bij de BSO-kinderen. En wat zijn BSO-kinderen? Dat is buitenschoolse opvang. Oh ja. Dus als dan de ouders moeten werken, zeg maar, dat die kinderen dan daar... Moet jij zijn boterham smeren en zo? Ja. Spelletjes spelen? Ja. Luiers verschonen? Ja. Ja, dat lijkt me nou niet echt... Nee, maar dat valt wel mee, daar denk ik. Daar raakt aan gewend. Daar raakt aan gewend. Dus hoe wanneer weet je nou eigenlijk of die vol zit? Oh, daar ruikt het. Als hij dol, hè? Ja, dat ruikt. Als die broek steeds groter wordt. Ja, ja, dat is waar. Als je dan één keer zo'n box priet, dan is het, is het wel tijd dat je hem even gaat verschonnen. Wat zijn jouw hobby's? Voetbal. SCMH? Nee. Oh. RKSV Volkel. Kom mij ooit Volkel. Oh, mijn eigen pieperke, hè? Ik klik daar wel eigenlijk dan met voetballen. We moeten altijd gelijk voetballen, dus we zien elkaar toch niet. Dan, dan. Maar jij bent echt fanatieke supporter. Ja. Of voetbalde mee? Ik voetbal mee. Ook nog? Bij de dames. Damesvoetbal, kijk. Ja. Dat bedoel ik. En welke dingen zitten? Ik heb helemaal geen verstand voor voetbal. Welke derde, uurste, tweede? Dames 1. Dames 1. Meer hebben er ook niet. Nou, dat maakt toch niks uit. Er zijn er 6 mensen in Volkel en zij speelt toch wel even in het uurste. Van Volkel dan, hè. Die microfoon die hier ligt, voor wie geldt die? Voor jou of voor... Voor mij. Voor jou. En waar gaat wat zingde? Ik zing. En waar zingde dan? In een bandje. En wat voor muziek? Ja, poprock. Poprock. Ja. Dus dans jij met mij? Dat lukt niet. Nee, die doen we niet. Kunnen iets waar hun ook spullen dat ik even een stukje zingt? Of zij vinden nou weer even een beetje... Ja, kan wel. Wie? Nou, we gaan een stukje proberen. Dames als er niks is, dan moet eruit. Nee, dan knippen we het eruit. Ja, nee, dan knippen we het eruit. Ja, nee, dat doen we. Dames en heren, de prinses van Maria Hei. Kijk, Keiskorn. Nou, ik wist niet dat er zoveel talent zat in de regio. Echt waar niet. Jij moet stoppen met voetballen, ga zingen. Dat doe ik al. Naar de Voice of van Holland. Of de, hoe heet dat daar, in Hilversum, geloof ik. Dat moet eigenlijk, maar heb je dat nooit meer meegedaan? Jawel. Wel? Ja. Maar niet geworden? Nee, is niet gelukt. Wie had jou weggestemd dan? Geen idee. Zal ik eens bellen? Dus, goed, dames en heren, we gaan met de prins en prinses van Maria Hei naar de groentekraam van Tosca. Ja, daar zijn we weer bij Toske's groentekraam. En het is nou de hoogste tijd, want wie van jullie kookt in huis? Allebei. Alle twee? Oh, dus jullie bent prijsbewust dan? Het ligt er aan wie het eerst thuis is, die moet beginnen. Oh, en wie is daar normaal gesproken? Dat is om en om. Hier zie je alle prijzen, bijvoorbeeld de prei, die is 69. We zien hier zure kool, rode koolen, bieten, nou ja, noem ze maar op. Aan de andere kant ligt ook nog. Dus jullie krijgen 1 minuut de tijd om lekker samen langs die bak te gaan schuifelen. En dan gaan we dadelijk kijken of jullie het allemaal goed hebben. Gaat toe gang. Zo. Allemaal in onze kop stampen. Hoe moet je het halen bij het kost? Ja, en ja, de groentekram, ik hoop dat hij het allemaal onthoudt. Waar ik ook onthouden heb, is dat we nou naar Pater Paulus gaan. Want Pater Paulus is in de winkel, hij loopt hier ergens rond. Nog steeds, ik weet niet wat hij nou is, maar we gaan even kijken naar Pater Paulus, dames en heren. Pater Paulus, hey, ga lekker, hey, ga lekker, overal.
Met ons loopt alles gesmeerd. Floyd Dekkers, dat is de prins van Mariëheide. En dat zijn dan de krekeltjes. En als ik aan krekeltjes denk, dan denk ik gelijk aan zuster Erexia. Want die had ook krekeltjes. Hè? Ja, die had er erg last van op de kamer. Hè? En nou dacht ik om eens even te kijken voor bestrijdingsmiddel. Nou, ik zie hier vlooienspray staan, maar dat is echt niks voor krekels natuurlijk. Hè? Maar u snapt natuurlijk wel, mensen in Mariëheide, dat het een grapje is. Hè? Want ik wens u ook alle een heel fijn carnaval. En ik zou zeggen, terug naar Tosca. Vader Koelissen, hij ga lekker. Hij ga lekker overal. Ja, ja, ja. Nou, ik kreeg er juk van, hè. Had ik jullie ook zo juk? Of, nee, hè? Net gewassen. Ja, je hebt net gewassen, ja. Ja. We gaan naar de vragen die je af moet maken. En die zijn als volgt. Jullie krijgen van mij een soort van stelling. En dan mag je alle twee op reageren. Ja? Daar komt ie. Voordat ik naar mijn werk ga dan? Was ik mijn gezicht? Smeer ik mijn boterham. En de prinses? Poets ik mijn tanden, drink een kop koffie. Ja, oh, daar zou ik voor gaan, voor die kop koffie. Boterhammen, koffie, dat is lekker. Als ik op vakantie ga, dan wil ik het liefste naar? Curaçao. Curaçao. Ja, dat is jullie favoriete land? En waarom? Omdat het zo warm is of omdat het prachtig mooi is? We zijn het is al een keer geweest. Mooi, ben al een keer geweest. Ja, ja, is goed, ja, dat is super. Genieten. Ja. Mijn mooiste plekje in Mariëheide is? Voetbalkantine. En dan ga ik voor jou speciaal, mijn mooiste plekje in Volkel is? Ja, of Mariëheide mag ook, wat jij wint. Een brouwer. Een brouwer. Een brouwer. Dat is jouw mooiste plekje. Nee. Oh. Ja, dan moeten we wel zeggen wat jouw mooiste plekje in Mariëheide is. Mijn bed. Jouw bed, oké. Okay. Ik vind het erg leuk om prins en prinses te zijn van Mariëheide, omdat? Gezellige mensen, gezellige vereniging. Gezellig adjudant. Gezellig adjudant, hele gezellig adjudant. Dankjewel adjudant. En voor de prinses? Ja. In een gezelligheid, feesten. Waar ik echt van kan genieten is? Goede pot voetbal. Van een koud biertje. Van een lekker koud biertje. En de laatste. Puntje, puntje, puntje zal ik nooit in mijn... Ja, kassa 3 gaat voor u open, ja. Nee, ik ben nog even dicht, mensen. Dus ja, niet hier dadelijk een hoop. Nee, dat kan ik niet hebben. Puntje, puntje, puntje zal ik nooit in mijn winkelwagen leggen. Spruitjes. 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 Het is echt, weet je dat iedereen dat zegt? Ja? Ja, bijna iedereen. Dus daar is een Mariëheide, is daar natuurlijk ook, bij de heikrikkels. Nou, deze die kennen we nog, hè. Die is vorig jaar gewonnen door Mariëheide. Alaaf, alaaf zou ik zeggen nog een keer. Ja, daar komt-ie. Hoppakee. Nou, en misschien nemen ze ze mee naar huis. Dat is dan de vraag nog even, maar dan zien we eigenlijk pas aan het eind van de rit. En dan kom ik gewoon weer naar de 55-bal in Mariëheide. Kom ik gewoon weer de beker brengen, als dat zo is. Een banaan. Waar hebben jullie dan mee? Ja, dan moet je hier kijken. Nou, dat is eigenlijk meer voor de jeugdavond, want die mogen al geen bier en ze mogen niet roken. En dan willen ze toch iets aan kunnen bieden, dat de zaal vol blijft. En dat je dan bananen, ja, zijn die jongeren... bananen met wat extra's. Oh, met dit. Ze wat kunnen oefenen. Oh, wacht. Dat moet er over... Oh, nou snel. Nou, snap. Nee, dat had je zelf verzonnen. Hebben wij niks meer te maken. Nee, hè? Wij niks meer te maken. Maar jullie hebben een slimme... Jullie hebben een slimme adjudant, want het is namelijk heel belangrijk dat je jeugd uitlegt hoe zo'n ding werkt. Jazeker. Dus dat doet de men... En dat doet de men banaan. Ja, nee, maar dat is toch wel... voor de kinderen, jeugd, ja sorry, dan zitten ze de hele tijd als ze 16 zijn, hè, nou maak ik eind drinken. En dan komt er in Den Haag weer eens iemand die zegt, nee, 18. En dan ben je dadelijk 18 en is nee, 21. Let maar op, dan zul je nog vaak een tosje denken, dat weet ik zeker. We zijn bijna aan het eind, maar we gaan eerst het spelletje doen natuurlijk, hè. Want daar gaan we, de prijzen. Je krijgt een minuut de tijd om ik noem dadelijk iets en dan zeg jij de prijs. Je moet het wel alleen doen, hè. Ja, dus, ja. Daar komt hij, hè. Ben je er klaar voor? Ja. Nou, ik zal met een makkelijke beginnen. Bloemkool. 31.
Dat is niet goed. Prij. 79 cent. Iets lager. 69 cent. Ja, dat is helemaal goed. De eerste is binnen. Dat is één keer golf, hè. Dat doe ik bij iedereen. Spitskool. Ja, niet veel zeggen, hè. Spitskool. Gok maar wat. 1,25. Nee, dat was 1,29. Appels, Elstar appels. Die liggen op de hoek. Ja, ik hoorde net, hoor. 79. Nee, groentesoeppakket. Groentesoeppakket. Even serieus en geconcentreerd. Groentesoeppakket. 8,9 cent. Nee, 2,49. Hoe lang hebben we nog? Nog gember. Rode bieten. 8 cent. Nee, 79. Ja, het moet precies. Kerry, zuurkool. 89. Ja, dat is goed. Net in de tijd. Ja, hè, hè. 2 punten voor Maria Heij. Nou, gelukkig. Het is echt, dat moet wel eerlijk zijn hè, met de rest. Hè. Maar goed, dat maakt niet uit. Jij mag nog iets tegen de prins zeggen die merige komt. En dan moet ik even spieken. Dat is de prins van de paplippels en de prinses natuurlijk. Ze kunnen dit wel horen, denk ik nou. Maar, ja, ach, jij mag even iets tegen jullie samen trouwens. Mag even tegen de prins en de prinses, hè. Als je slim bent, kom je mij voor een uurtje je boodschappen doen, anders winnen we nooit. Ik vind dat en veel succes. Hoop dat jullie samen een mooie carnaval tegemoet komen, dan weet ik zeker dat het lukt. En we komen elkaar zeker nog een keer tegen. En wil je ook nog dat vind zeggen? Ik ook. Ja, nou, dat vind ik zo. Nou, ik heb er helemaal zin in. De carnaval komt eraan nog een week, mensen. En is het alweer bijna zover, hè. Want donderdag begint het al met Vudel. En dat komt helemaal in orde, want ze hebben daar een extra avond. Maar daar hebben we het ook nog wel weer een keer over. Ik zou zeggen, jullie bedankt hier. Bedankt ook voor jullie mooie muziek die jullie... En we gaan ook muzikaal eruit, denk ik, hè. Dat is wel gezellig. En voor jullie thuis, je weet het. Houd toch glufke maar nat en tot merg, hè. Houdoe! Kassa, ach, was kwam.